daar ben ik dan. Ik ben net met de veerpont van Vlissingen naar Breskens gegaan. En ik ben weer op de fiets gestapt om weer verder te fietsen naar Sluis uiteindelijk. Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Het weer is heel goed. Het is nu iets meer bewolkt als toen ik wegfietste. Het was in het begin wel een beetje wiebelig met al die spullen op mijn fiets. En ik kan hem niet loslaten, want ik heb hier niets waar ik hem tegenaan kan zetten. Anders dondert hij om. Maar goed, ik stop eventjes hier zo. Omdat ik hier langs de kant van de weg zie ik hele vreemde... Ja, wat is het? Witte rode klaver. Het is of witte klaver die... solliciteert voor rode klaver, of het is de rode klaver die solliciteert voor witte klaver. Ik had dit nog nooit eerder gezien, dus ik laat het je even zien. Kijk eens hoe vreemd. Dat is toch heel apart. Het is gewoon, die klaver is gewoon voor de helft roze en voor de helft wit. Het is toch wel heel bijzonder. Dus heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien. Ja, dat kan ik natuurlijk vanaf hier niet heel goed zien, want ik kan mijn fiets niet loslaten. Maar het is wel bijzonder. Goed, nou ik ga weer een stukje verder fietsen. Ik heb het goed naar mijn zin. En het is wel leuk, want onderweg kom ik allerlei mensen tegen. En die zien echt allemaal beren op de weg. En iedereen zegt van, op die fiets? Dus ja, op deze fiets ga ik door Europa fietsen. En er was ook een vrouw die zei van, goh, je hebt wel een heel ambitieus plan. Ik geloof dat het wel goed gaat onderweg. Ik ben wel een klein beetje, het is wel een klein beetje spannend waar ik vanavond ga slapen. Want ik heb echt geen flauw idee. En dat vind ik toch wel een klein beetje spannend, waar ik uiteindelijk terecht kom. Maar goed, ik ga weer verder fietsen en dan zie ik je morgen. Dag!